Klussen, we doen het allemaal. Maar als je het dan toch moet doen, doe het dan goed. Dat is een beetje het motto van waar ik vanavond mee aan de gang wil. Soms is het leuk, soms is het minder leuk. Soms zit je met dingen die gewoon kapot zijn die je moet maken. Maar of je hebt een dek wat gelakt is, waar je eerst alles afgesloopt hebt, wat weer nieuw ingericht moet worden van de binnenkant van de boot, waar hetzelfde gebeurt. Het is allemaal een kwestie van, nou ja, op een gegeven moment moet het gebeuren. En als je het dan toch doet, doe het dan goed. Ja. Even de inhoud voor vanavond, even start zo meteen. Kijken naar de hardware die we nodig hebben, de lijntjes, de vertragingen waar je mee te maken hebt. En al met al, als je al die spullen hebt, dan heb je een plastic tas vol met rotzooi. Dan moet je het op een gegeven moment in die boot vastschroeven, maken, binden, whatsoever. En daar gaan we ook even naar kijken. Oké. Start. Een paar dooddoeners, het klinkt allemaal heel simpel, maar wat je maakt, maakt het licht en stevig. Het klinkt tegengesteld, maar licht kan wel degelijk sterk en stevig zijn. Het hoeft niet allemaal 8 mm dik roeste staal te zijn, dat is echt niet nodig. Met 5 mm roeste staal kom je vaak een heel eind. Het moet functioneel zijn. Als je wat aanlegt, dan is wel de bedoeling dat je uiteindelijk ook iets hebt wat werkt. Het heeft totaal geen zin om iets in die boot te schroeven, te knopen, wat dan ook, wat uiteindelijk niet functioneert. Zo eenvoudig mogelijk. Ik denk dat mensen wel eens even zouden kunnen denken, de 844, wat nou eenvoudig, dat is een complexe schuit en er zit een hoop rotzooi in. En, ja, er zit veel in, maar per systeem is het echt zo eenvoudig mogelijk met de kortste route om zaken voor elkaar te krijgen. Iets waar je misschien niet over nadenkt, maar als je iets vastschroeft of vastbouwt of whatsoever, is dat wel handig als je het op een gegeven moment weer kunt slopen. Als je die boot een keer moet lakken, dat je niet op een gegeven moment zit met parkers die los te krijgen zijn, met bouten die vastzitten. Mm-hmm. Dus denk er ook over na of je er aan de hand nog bij kan, of je ook kan inspecteren of het nog goed zit. Maak eens een luikje hier of daar als dat nodig is. Allemaal dingen om in de picture te houden. Oké, ik heb, als ik kijk naar de spullen, ik wou eens even kijken naar de hardware. Wat zijn nou spullen die je vaak nodig hebt? Kijk, er zijn ook wat exotische spullen in die boot. Ik bedoel, we hebben een overloop, we hebben Genoa rails. Als je met een schietboom werkt, heb je daar aparte rotzooi voor nodig. Maar als je wat regelmatiger klust aan die boot, dan zul je merken dat dat nou niet de dingen zijn waar je meestal mee te maken hebt. Het gaat meestal om blokjes, het gaat om klemmen, en het gaat om spullen om de zaak aan die boot vast te maken, het bevestigingsmateriaal. En oké, laten we er af en toe eens wat exoten doorheen lopen, maar nogmaals, ervaring met grotere klussen, als ik op zo'n boot flink wat onderhoud pleeg, dan heb ik zakken vol met blokjes en beugeltjes en klemmen en lijntjes en dat soort dingen nodig. En ja, de andere dingen misschien eens een keer, maar helemaal niet zo vaak. Okay. Als ik kijk naar die blokken, dit is een beetje een gortdroge opsomming. Allemaal dingetjes die er zijn. Je zult, als zometeen ook als we verder komen in die presentatie, je zult de kreet harken zul je vaak tegenkomen. Ik ben redelijk een fan van harken. Niet op elk moment. Ik zal niet op elke instantie zo harken gebruiken. Maar harken heeft een breed assortiment. Heeft over het algemeen vrij behoorlijke spullen. En ja, de rest heeft af en toe dingen die ik ook gebruik die handig zijn. Die harken bijvoorbeeld niet heeft of niet goed heeft, maar gemiddeld gesproken kom ik toch veel op harken uit. Okay. Even onderaan de pagina staat dat, ik heb hier een overzicht met allemaal blokjes en belastingen die je erop kunt plegen. Dat zijn allemaal uit, daar ga ik even uit van de enkelschijs variant. Als jij een meerschijs blok hebt, als je bijvoorbeeld het harken 29 mm blok, kan ongeveer 150 kilo hebben. En het ellenblok zit daar ook niet zo ver vanaf. Als je dat op gaat tellen, als je er een drieschijfsblok van maakt, dan kun je er grif van uitgaan dat die ongeveer drie keer die 150, bijvoorbeeld 400 kilo kan hebben. Oké. Als je in een boot kijkt, in een valk kijkt, of in een FD, of dat soort type boten allemaal of die grote, dan kom je heel veel 29 mm blokjes tegen. Of die nou van harken, van rondstam of van ellen of wat zo moeten zijn. Het ontloopt elkaar niet zoveel. Je hebt daar ook amper een miskoop aan. Dus daar zit het grote verschil niet in. Ark heeft hele handige kleine 16 mm blokjes die relatief sterk zijn. 113 kilo kunnen die hebben. Maar die moet je dus niet inzetten op allerlei hele woeste vertragingen. Maar die kun je met allerlei andere kleine vertragingen kun je die prima gebruiken.
waar het interessant wordt... Mag ik iets vragen? Want markerspullen zijn altijd hartstikke duur. En als je dan kijkt in Amerika, dan zijn ze een stuk goedkoper. Haal jij die spullen gewoon in Nederland? Of haal je ik haal ze gewoon bij de importeur. Ik ben gewoon handel en ik haal ze gewoon bij de importeur. En op zich is harken niet heel veel duurder dan de andere spullen van de andere jongens. Of rondstam, of harken, of ellen. Het ontloopt elkaar niet zoveel. Je hebt nog, in Engeland heb je nog Selden. Je hebt nog spullen van RWO. Je hebt nog spullen van Barton. Het is allemaal, euro's verschil. Het is niet echt het hele interessante werk. Okay. Wat op een gegeven moment wel interessant wordt, als je dit lijstje wat verder afloopt, dan kom je op een gegeven moment bij high-load blokken kom je dan uit. En dan wordt het in die zin interessant. High-load, bijvoorbeeld harken zit helemaal niet echt geweldig in de high-load blokken. Je hebt van harken, als je onderaan die lijst kijkt van deze pagina, dan heb je RVS blokken. Die zijn redelijk, maar gaan wel kapot. Ik heb ze allemaal wel kapot gekregen. Niet dat ze uit elkaar vallen. Daar zijn ze stevig genoeg voor. Dus je zit niet plotseling met iets wat helemaal achterover komt zetten. Maar die lagers van die blokken gaan gewoon wel kapot. In mijn beleving is het gewoon zo dat blokken van of Ellen of rondstam of carver, dat die beter zijn dan wat harken te bieden heeft. En die sterke blokken, die high-load blokken, die zet je dus in op het moment dat iets met veel kracht in eerste instantie over dat blok komt zetten. Dus het blok wat je boven je mast hangt voor je Genua-val. Dat eerste blok, als je een eerste vertraging maakt op een neerhaler, het eerste blok waar het lijntje dan overheen loopt. Het eerste blok waar een piekenval overheen loopt. Dat soort blokken. Daar moet je high-load blokken gebruiken. En dan is harken niet echt het eerste waar je aan denkt. Ik gebruik zelf nog eens wat een en ander aan carver. Daar komt straks wel een foto komt er van langs. Het zal jullie waarschijnlijk helemaal niets zeggen. Dat is Frans spul, moeizaam in Nederland te verkrijgen. Maar het is berensterk en het kan ook niet uit elkaar vallen. En het is veel lichter dan wat die andere jongens te bieden hebben. Ja, oké. Okay. Bouwen nog even door. Al die blokken die op die vorige pagina stonden zijn gelagerd. Er zit ook een prijskaartje aan. Als je naar die high-load blokken kijkt, die dus inderdaad voor een Genua-val en dergelijke geschikt zijn, dan zit je toch al rap op een prijskaartje van 80 piek ongeveer per blok. Dat moet je ook uitgeven. Je kan op die plek waar je niet zomaar een zo'n 29 mm standaard blokje hangen. Dan gaat het echt kapot. Maar dat kost dus gewoon serieus geld. Als je wat minder uit wil geven, het hoeft niet gelager te zijn, dan heeft rondstam een heel net blok, een 50 mm blok. Dat kost een aantal tientjes. En dat is sterk gezat. 750 kilo is goed genoeg voor ons. En dat kun je bijvoorbeeld op een fokkenval, op een Genua-val heet zo'n ding. Bovendien kun je dat toepassen. Je kunt het op je neerhalers uit kunnen toepassen. Enzovoort. Even nog een dingetje onderaan. Dat begint al een beetje in de sfeer van de exoten begint dat te komen. De ratelblokken. Als ik in veel valken kijk, dan zitten daar nog ouderwetse ratelblokken met van die draaiknopjes. Nou, A is dat onhandig. Dan moet je de dingen aan en uitzetten. En B, die draaiknopjes gaan kapot op een gegeven moment. Die vliegen erover af of die functioneren niet goed meer. Als je ooit in de situatie komt dat je nieuwe ratelblokken moet neerzetten, zet dan in vredesnaam automatische ratelblokken erop. En ja, die kun je dan ook weer van harken en van rondstam. Misschien dat Zelden ze ook wel heeft, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ellen heeft ze volgens mij niet. Als je dat doet, neem dan ook de één grotere maat. Neem dan 50 of 55 mm blokken. Harken 50, rondstam 55. Dan heb je ook echt profijt van die blokken. Nou vraagt Marcel, die vraagt waarom je zou kiezen voor gelagerde blokken in plaats van niet gelagerd bij de Genua van. Oh ja, het hangt er een klein beetje vanaf. Als jij met bijvoorbeeld het fameuze blok boven in de mast voor het Genua val. Ja. Als jij met een vast, ik weet dat zij dat heel hard doen. Hè? Zij bedoelde, hebben ze twee weken geleden hebben ze er nog heel betoog over gehad. Wij varen met een vaste instelling. Dus je zet één keer zet je de boel op spanning. En dan kom je er verder niet meer aan. Nou, dan zou je prima zo'n ongelagerd ding kunnen gebruiken. Als je werkt met een systematiek waarbij je dus je Genua-valspanning verandert, omdat je de hoek van je mast, de rake van je mast, verandert,
dan is het al wel heel handig om een gelagerd systeem, om boven je gelagerd blok te hebben. Dat werkt gewoon lichter. Kleine anekdote. Ik heb op een gegeven moment, een heel tig jaar geleden, 2 FD's naast elkaar ingericht. En op een gegeven moment, die makker van mij, van die andere boot, die spreekt me op een gegeven moment aan van, jezus, ik krijg mijn wond, ik krijg het niet aangetrokken. Ik trek me helemaal te barsten, het gebeurt relatief te weinig. Mm-hmm. Nou, ga eens kijken in die boot. Ja, hij heeft gelijk, het werkt voor geen meter. En wat is dan het feit? Ergens waar een lijntje het hoek om gaat, nadat er al een vertraging op zit, was er per ongeluk een ongelagerd blokje ingebouwd, in plaats van een gelagerd blokje. Nou, en dat maakte gewoon het verschil. Dus als jij werkt met een systeem waar je echt aan trekt, waar je tijdens het varen de boel dus wil veranderen, dan moet je het echt gelagerd hebben. En zet je er gewoon in één keer spanning op, nou, dan zet je op een gegeven moment ergens voet tegenaan, je zet je schrap en je trekt de boel aan. En of het dan gelagerd is of niet, dat maakt allemaal dan niet zo gek veel meer uit. Dus het antwoord op de vraag is dat als je het ondertussen wil verstellen, dan is het beter om gelagerd te nemen. Ja, absoluut, absoluut. Even kijken, dat waren de blokjes. Ik heb hier wat fotootjes van courantmateriaal. Dit is allemaal harkenspul. En dit zijn dingen die ik zelf, als ik dan toch aan een boot ga lopen klussen, of het nou de mijn of iemand anders een boot is, dan zijn het dingen die je veel tegenkomt. En je ziet die 29 standaard van harken. Dat is inmiddels dus dat een carbo, dat suggereert dat er veel dat er carbon in zou zitten. Nou, er is misschien wel eens een carbon vezeltje langsgelopen, maar veel stelt dat niet voor. Maar het is een blokje wat je gewoon heel veel gebruikt. Het enige bezwaar van dit blokje is, als je dat vergelijkt, ik weet niet, kunnen jullie mijn... Oh, dat moest ik niet doen. Nee. Ja. Kunnen jullie mijn cursor zien? Ja. Ja. Nou, ik zit hier op die 29 carbo. Als die ploft, dan ploft die ook uit elkaar. Oh ja. Als je naar deze kijkt, dit is een ouderwetse. De harkensystematiek is dat een bulletblok, linksonder. Als daar het lager van kapot gaat, dan blijft hij gewoon op zijn as hangen. Ja. Deze kun je al in grotere, in drie schijfs krijg je hem al helemaal niet meer. Je kunt hem wel in twee schijfs krijgen. Ik heb hem meegemaakt een paar jaar geleden, hè, met die boot van Jurg Gaarland op de Kaag, dat hij toen dat blokje bovenin brak. En nou, toen komen pagina 2, kom ik zo terecht. Wacht maar. Ja. Kom ik zo terecht. Wat ik heel veel gebruik... Oh. Zachtjes met die cursor bewegen. Dat gaat. Als je aan de rechterkant van de pagina kijkt, zie je allemaal van die 16 mm blokjes. Nou, die gebruik ik heel veel. Ja, daar zitten dingen als de onderlijk, bovenlijkversnelling worden daar. Die gebruik ik die. Allerlei dingen in de boot. Mijn wegwerksystemen zijn er allemaal mee. Daaronder staat een 20 mm blok. Dat heet in de harkenterminologie een microblok. Dat is dus slapper. Dat kan minder hebben dan die blokjes erboven. Die blokjes erboven, die rechtsboven, hebben roestalen kogeltjes. En die rechtsonder, die 20 mm enkel, die heeft gewoon Delrin kogeltjes. En die gaan vrij snel kapot. Maar die zijn dus handig voor het wegwerken van dingen, voor het langslijden van dingen. Maar je moet daar absoluut geen kracht op gaan zetten. Nou, links in het midden zit het harken 50 mm automatische ratelblok. De Carbo Auto Ratchet. Nou ja, nogmaals, als je ratelblokken moet gaan kopen, moet gaan vervangen, erin laten zetten, dan is dat het aangewezen blok. Blok erboven, dat is het standaard schootblok, mits je geen 10 mm groot schoot erin hangt. Als je in de catalogus kijkt, dan zou dat 10 moeten hebben. Dat kan ook wel, je kunt het er doorheen trekken, maar lekker werkt dat niet. Dus als jij werkelijk met 10 wil varen, wat ik je af zou raden, maar als je met 10 wil varen, dan moet je naar 50 mm toe. Nou, dan gaan we even de volgende pagina. Helemaal midden bovenin, dan komen we dat verhaal van Jurg Gaarland, die mast op zijn kop kreeg. Ja. Dat is het Allen 30 mm highload blok. Dat is een heel goed blok, maar er zit één fout aan. Ik gebruik mezelf best wel veel, maar er zit één fout aan. Als je naar dit blokje kijkt, ja, wat zie je eraan? Wat je eraan ziet, is dat er een smal beugeltje aan de bovenkant zit. Ja. En in dat geval van die mast die Jurg op zijn kop kreeg, was dat beugeltje dus gebroken. Ik begrijp absoluut niet waarom ze dat beugeltje niet ietsje breder hebben gemaakt. Dan zou het onverwoestbaar zijn. Maar dat doen ze gewoon niet. Nou, we hebben natuurlijk ook vergeten om zijn voorstag losjes erbij te houden. Ja, maar godzijdank heb ik dat blokje daar er niet opgehangen. Ik zou dat niet doen. Hij had dus een 1-1 Fok Genua-val. En hij had het zelf boven in zijn mast had hij zo'n blokje opgehangen. Nou, ik heb dat gelukkig niet gedaan. Ik heb een 2-takeltje boven in mijn mast.
voor hetgeen waarvan. En ik heb toen, nadat dat bij hem gebeurd was, heb ik daar zo'n soft shackles, dus bij het blok eronder ziet, heb ik er doorheen getrokken dat als het beugeltje breekt, dat de boel niet naar beneden komt. Nee, snap ik. Maar het is gewoon een ontwerpfout. En ze brengen in die lijn van dat blok, brengen ze ook allerlei nieuwe blokken uit. En die hebben nog steeds hetzelfde, nou ja, domme beugeltje gewoon. Okay. Even dat middelste blokje, dat is een blok wat jullie waarschijnlijk amper bewust ooit hebben gezien. Dat is een carverblok. Dat is dus een dat grijs, dat is kunststof. En nou, dat is dit blok, dat is de 04. Dat is een 30 mm blok, die is goed voor 400 kilo. En als je het een beetje safe wil spelen, dan neem je de 06. Die is goed voor 600 kilo en dat is goed genoeg voor een Genoa-val of whatsoever. Als je met verstelbare wanten gaat knoeien, dan kom je bij die linkerblokken uit. Dat zijn Allen-blokken. Die zouden ook van Sprenger kunnen zijn. Ik heb in de Valk heb ik Allen zitten en in de FD heb ik Sprenger zitten. Het lijkt er verdacht op elkaar. Dat zijn dus blokken. Die zijn, weet ik veel, eens maar wel goed voor 700, 800 kilo of iets dergelijks. En als je zo'n wantenverstelling wil hebben, is dit het spul wat je dan nodig hebt. Rechtsonder staat het harkenblok. Dat is, ik had geen gewoon normaal standaardblok. Dit is een schildpadblok, maar dat is uit die serie 38 mm. Is goed genoeg, maar op termijn gaan de lagers gewoon kapot. Als je het boven je mast hangt en je laat er één om één je genuaval omheen lopen, dan zul je na een jaar, 4, 5 zien dat je lagers het gewoon niet meer doen. Het blok valt niet uit elkaar. Dat is veel te sterk voor. Maar die lagers gaan verrot. Daarboven zit een onverwoestbaar blok. Dat is het rondstaan koorblok. Beetje zwaar. Beetje lomp. Maar dat krijg je in ieder geval niet kapot. En het swivelt ook. Dat is bijvoorbeeld, als je het zeker wil spelen, is dat voor je piekenval, is dat een uitstekend blok. Dat kan draaien. En het, je krijgt het niet kapot. Het swivelt, bedoel je, er zit een wartel in? Draaien, draaiding zit erin. Kijk maar, je kunt... Ja, ik zie het. Ja. Ja. Middenonder, de Ronson Shock. Als je nou ergens een overbrenging hebt, waar wel kracht op komt, maar waar je verder niet iets mee doet. Ik heb bijvoorbeeld bij verschillende boten, heb je een strop aan de neerhaler zitten. En daar heb ik dan zo'n dingetje op zitten, waar dan verder je takel aan zit. 1000 kilo kan het hebben, dat is in valktermen gezien ook onverwoestbaar. Dat carverblok, nog even terug te komen, dat heeft dus een strop door het midden van het blok. Mocht dat hele blok uit elkaar vallen, ik heb het nog niet meegemaakt, maar stel dat het blok uit elkaar dondert, dan blijft de hele boel aan die strop hangen, want die gaat door de as heen. Ja. Kan dus niet, je kan geen mast op je kop krijgen daarmee als het goed is. Nou, dit zijn dingen die ik al een beetje gezegd heb. De 29 mm blokken, nou, die kan je de meeste dingen wel kwijt. Als je het maar niet in een gek zwaar belaste dingen zet. En of je het dan van hark of van ronslang koopt, dat maakt allemaal geen flikker uit. Maar zet het niet op plekken waar in eerste instantie gewoon een bak kracht op komt. Kleinere blokjes kan je dus onderlijk, bovenlijk, dingen wegwerken, allemaal, nou, enzovoort. Zwaar belaste plekken, nou, dan hebben we gezien wat je daar nodig hebt. Wandverstellingen, ja, daar heb je niet zoveel plek. En dan kom je toch, ja, is er niet zo heel veel keus behalve die Allen en die Sprenger in mijn beste beleving. Nog even één dingetje, even terug naar deze, naar die Allen-blokken, met die roest, dat is allemaal roeste staal, dat is hartstikke mooi, hartstikke sterk. Maar waar je wel met dat soort type blokken vreselijk op moet letten, is dat de lijntjes echt goed in lijn lopen. Dat niet een lijntje scheef dat blok in komt. Want dan zou je tot je verbazing merken dat dat lijntje zich tussen de schijf en de wang wrikt, die buigt die wang gewoon een beetje opzij en dan loopt de hele boel vast en gaat kapot. Okay. Dus dit zijn hartstikke sterke blokken, maar die lijnen moeten keurig parallel aan elkaar, keurig in de richting binnenkomen. En met zo'n carver of met zo'n Allen, dat steekt allemaal ietsje minder nauw. Oké, klemmen. Nou, twee dingen. Klemmen met bewegende delen. Dan heb je ze van alle merken, heb je ze weer. Iedereen heeft het. Maar ik, voor zover ik dan een voorkeur voor harken heb, is dat op dat punt, als je zegt gewoon de standaard harkklem, de schootklem, ja, dan is de harkklem gewoon beter. Ik heb ze allemaal geprobeerd, allemaal rond van Allen enzovoort. Het werkt allemaal best wel, maar harken is gewoon beter. Ja. Ze hebben één klem waar je zeg maar zo tot zo'n millimeter of 10 een lijn in kan stoppen.
En ze hebben een kleinere uitvoering waar je zeg maar dan tot een millimeter 6-7 een lijntje in kan stoppen. Voordeel van een bewegende klem is dat het makkelijker lost. Je krijgt de lijn er makkelijker uit. Op zich slijten doen ze niet snel. Je kunt niet zeggen van ze worden bot of zo. Dat is allemaal goed genoeg. Dat gaat hartstikke goed. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Ze zijn wel kwetsbaar. Ze hebben allemaal veertjes en die veertjes kunnen kapot. Die kun je ook wisselen. Zodat het een beetje lastig aan te komen. Maar je bent in staat, en dat is een beetje random, om op zo'n klem een veertje te mollen. En ja, ze zijn ook duurder. Even uit mijn hoofd, een harkerklem is richting de 50 piek tegenwoordig, de standaardklem. Andere jongens zijn iets goedkoper, maar het scheelt niet zoveel. Nou ja, als je kijkt naar de niet bewegende dingen, dan kom je eigenlijk... Ja, dat lijkt een beetje gek. Er staat de klempleats en nog een keer klempleat. Nou, klempleats is net als met aspirine. Dat is de soortnaam. En klempleat is dan het merk. Oké. Nou, er zijn er wel andere jongens die het ook produceren, maar dat zet totaal geen zoden aan de dijk. Het zijn klemmetjes, vaste klemmen. Iedereen kent ze wel. Je kan er een lijntje tot ongeveer 6 mm kan je erin stoppen. Je hebt ze in allerlei uitvoeringen. Heel veel mensen zullen ze bijvoorbeeld ook in het trapeze-systeem hebben zitten. Daar zitten klemcleats, maar je hebt alle plekken kun je ze kwijt. Ik heb zelf, op mijn beslagconsole, die boot waar mijn trimlijnen overheen lopen, heb ik allemaal klemcleats zitten. Heb ik in de FD ook. Het voordeel is, je lijntje gaat er sneller in. Als je je lijntje loslaat en die lijntje is goed en die klem is goed, dan zit je eigenlijk meteen vast. Het kost bijna niks. Een klemmetje kost een tientje. Nadeel is, op den duur slijten ze. Je kunt ze niet een levenslang gebruiken. Ze gaan na een x jaren gaan ze toch wel wat botter worden. Dan moet je ze een keer vervangen. En je moet iets van je best doen, want die lijn zit er in één keer goed vast, om die lijn eruit te tikken. Maar goed, ik heb op een heleboel plekken in mijn boot heb ik van die dingen zitten. En het is gewoon een persoonlijke keus. Of je dat nou wel of niet, of je dat spul wel of niet gebruikt. Ik weet dat Jeroen had voor mijn boot, toen ik daar in 2011 kwam, had hij al die beslagconsoles had hij klaargemaakt. Had hij allemaal klemmen met bewegende delen opgezet. Ja, sorry Jeroen, dat hadden we niet afgesproken. Ik had hem een keurig verhaal gestuurd waar dat dus anders in stond. Dus dat worden toch klemklits. Nou, hij helemaal zip. Maar ja, nou, ik heb de klemklits op en ik vaar daar nog steeds mee. Met die bij de Duitse FD-bouwer kijkt. Mader, nou, dan kun je gewoon, ik heb een formulier, kun je dingen invullen. Nou, dan zeg je van, ik wil klemklits op de beslagconsole of ik wil klemmen bewegende delen. Ja, ieder zijn eigen feestje. Maar Fred, hoe vaak vervang je die dan? Nou ja, Je hebt ze nog niet vervangen in je boot? Ik heb ze in mijn boot eigenlijk nog niet eens vervangen. Ik heb ze in de FD, we trekken in de FD trekken wat harder aan dingen. FD gaan ze 4-5 jaar gaan ze mee. En in de valk, ja, eigenlijk van 2-11 zitten mijn klemmen zitten er nog steeds op. Ja. Zo hard gaat dat ook niet. Nou, een paar plaatjes. Het zal je niet onbekend voorkomen. De grote harkenklem, de kleine harkenklem, de klemklits. Dit zijn de klemklits nogmaals, ik weet niet precies hoeveel varianten. Er zijn minimaal 10 varianten naar een paar bekende dingen. Wat wel even iets om in de gaten te houden. Klemklit maakt ze in een geanalyseerde versie. Die is donkergrijs, een beetje antraciet. En de zilveren versie die is niet geanalyseerd. En die zilveren slijt wat eerder. Overigens is die zwarte is... Ja, scherper moet je zeggen. Die geanalyseerde versie. Ik heb de indruk dat touwtjes daar wat eerder in slijt. Want het is niet alleen dat je klem slijt, maar je touwtje slijt gewoon ook in de loop der tijden. Die trapezeklits zullen vrij veel mensen gebruiken. Je hebt van die standaardklem met een bruggetje, heb je een korte en een lange versie. Als je plek hebt, moet je die lange versie neerzetten. En vaak is het ook handig om die korte er neer te zetten. Met die harkenklemmen, als je die dingen... van je dek afhaalt. Je hebt bijvoorbeeld je dek moet gelakt worden, dingen moeten eraf. Dan, draai je die bout een eind los en dan trek je die bout eruit. Dat is hartstikke leuk, maar als die bout, als er een beetje lak tussen dat rode ringetje en die bout is gekomen, zodat het een beetje klemt, dan loop je het risico dat je dat rode ringetje eruit trekt. En dan vliegen er één keer een hele batterij kogels om je oren. Ja. Dus je moet... Als je die dingen losmaakt, altijd even een beetje met voorzichtigheid
die bouwtrijtek, of wat bijvoorbeeld ook gebeurt, als je het nieuw op het dek zet, en je zet je boorden er, je dukt die boorden die klem heen, en dan trek je die boor weer terug. Heb ik het ook wel meegemaakt, dat je dat rode ringetje dus omhoog trekt, en dan vliegen de kogels vliegen je dus in de rond. Ja. Jammer. Ja. Veertjes zitten aan de onderkant, zit een rood plaatje aan de onderkant. Als je dat rood plaatje eraf kan, kun je er bij de veertjes, en dan kun je die veer vervangen. Die veertjes gaan of een mensleeftijd mee, of breken na 2 jaar. Daar is weinig zinnigs over te zeggen, maar ze kunnen kapot. Ze kunnen er ook afspringen, dat is ook een optie. De nokjes waar die veertjes aan vastzitten. Dat is het kwetsbare van die klem. En voor de rest, die bekken die gaan gewoon een mensenleeftijd mee. En het klemt gewoon net even beter dan een Allen of een rondstand of whatsoever klem. Bevestigingsmateriaal. Er is natuurlijk een hoop. Dit is ook lang niet alles wat er te koop is. Maar ook weer, als ik dus een klusje doe voor iemand, of op mijn eigen boot, en het is een beetje een serieuze klus, dan ga je handenvol van die beugeltjes gaan je gebruiken. Met name het medium beugeltje, dat gaat oefenloos over de toonbank. Die grote beugel heb je nou niet zo vaak nodig, die moet je niet heel vaak inzetten. Kleine beugeltje ook nog wel eens. En als je op een plek zit waar je een lijntje meteen aan een beugel wil vastmaken, dan is een gesmeed rond beugeltje is gewoon heel handig. Want die plaatbeugeltje is eigenlijk niet ideaal om daar een lijntje aan vast te maken. Doe je dat toch, dan moet je er een kousje tussen prutsen. En dan het lijntje eromheen. Maar als je dus een beugeltje wil hebben waar je direct een lijntje vastmaakt, dan kun je verreweg het beste zo'n gesmeden beugel gebruiken. Alleen, daar moet je boot niet mee volhangen. A, is dat duurder. En B, ze wegen gewoon een tandje meer. Harpjes, hetzelfde verhaal. Plaatharpjes, gewoon de standaardharpjes, die zijn prima in allerlei opzichten. Maar moet het echt serieus worden, moet je bovenin je mast dingen vastmaken. Dan kom je bij de gesmeden harpjes uit, die zijn rond. Daar kun je ook, kijk, hetzelfde verhaal als met die plaatbeugeltjes. Daar kun je dus een lijntje aan vastmaken. En met die plaatharpjes, als het niet van kracht op komt, kan het wel. Maar als het echt serieus wordt, moet je een rond harpje nemen. Dus of een, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, als jij een harpje hebt op een piekenval of op een plauwval, dan kun je in principe kun je eigenlijk al met een 4 mm gesmeed harpje kun je toe. Ik zie ook, als ik op boten, ik zie op een gegeven moment, dan zitten daarboven, zitten in die mast zitten daar 6 mm of nog dikkere harpen. Dat zijn allemaal niet nodig. Als je een 4 hebt, afgezien van wanten en Genoa-val, maar als je 4 hebt voor piekenval en voor klauwval, dat soort dingen, is dat helemaal prima. Die zijn al sterk zat. Als je plekken zit waar je niet goed kunt bouten, we komen er zo nog even terug, dan kom je met meer punts. Oogplaten kom je dan terecht naar de staan. Er zijn er nog wel meer te koop. Die middelste, die 6 mm oogplaat, is te dik. Die is eigenlijk voor een 5 mm. Ik had zo snel geen 5 mm liggen. Een 5 mm is goed zat. Die onderste oogplaat is ook sterk zat. Die is veel dunner, veel lichter. Alleen daar kun je niet alles aan ophangen, want dat gat is niet zo gek groot. Ga je met wat mensen een karabijn haken noemen, het heet officieel een klephaak, ga je daarmee werken? Zijn goed voor 200 kilo, dat is niet het einde. Als je het toch doet, soms is het wel handig om dat te gebruiken, moet je absoluut de Wishaar gebruiken, want die anderen zijn gewoon niet sterk genoeg. Er zijn ook namaaks in de koop, maar die zijn gewoon niet goed genoeg. Nou. Lijntjes. Er is ontzettend veel te koop. Wat ik in een hoop valken zie, is dat mensen veel te dikke lijnen gebruiken. Dat is vaak helemaal niet nodig. Qua sterkte is een goed 3 mm dynamalijntje is al sterk genoeg om alles te doen in die valk. Zal op sommige punten iets te veel rekken. Trimlijnen. Als je daar niets mee gaat wegwerken, wat ik dus zelf wel doe in mijn boot, al in 844 zijn al die trimlijnen weggewerkt. Ja, dan kun je beter 5 mm nemen, want in die wegwerksystemen werkt dat 6 al wat minder. Maar was je dat niet van plan, dan kun je ook 6 mm trimlijn nemen. Neem een trimlijn zonder kern. Een kern zorgt ervoor dat een lijn veel stugger wordt. Zeker als de tijd ook doortikt. Als jij iets Swiftcord-achters neemt, dat is van allerlei merken te koop tegenwoordig. 5 mm, dat is soepel en dat blijft soepel. Het gaat er een klein beetje harig uitzien. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat spul
brak. Het is, Swift Court ziet er heel gekleurd uit, maar in de praktijk is het eigenlijk een Dyneema-lijn waar een paar procent een polyester gripvezel in is verwerkt, zodat je het goed kunt vasthouden, dat het in klemmen kan. En ik heb het eigenlijk nog nooit kapot zien gaan. Schoten, Genua, zowel als grootschoot, er zijn nog wel eens mensen geneigd om 10 mm erin te hangen. Ik zou het niet doen. Het is, als je 8 of 9 gebruikt, 9 is wat lastig te krijgen, maar goed, het is er wel. Dan kun je met 40 mm blokken kun je toe. En dat is goed genoeg om het om in de hand te houden. En 10 betekent alleen maar dat het stugger door die blokken gaat. Dat kun je beter gewoon niet doen. Mooie spierschoten zijn aan het eind dun en het midden wat dikker. Kan je kant-en-klaar kopen. Kost iets. Je kan het ook zelf in elkaar knutselen van verschillende touwsoorten. Voor de handige mensen is dat prima te doen. En wat je bijvoorbeeld niet moet doen, dat zie ik ook veel van mensen doen, die nemen dan swiftcord. Voor zeg maar, bijvoorbeeld 6 mm swiftcord of 5 mm swiftcord voor een spierschoot. Dat is dus niet handig, want dat spul zit best wel een beetje rek op. En dat is nou voor een spierschoot is dat nou net niet zo handig. Als loopschoot wil je niet dat het spul rekt. Dus je moet eigenlijk puur Dyneema aan dat eerste stuk van die schoot hebben. En die kant-en-klaar schoot is ook inderdaad heel erg dicht in het eerste stuk en dun. Dat zal niet rekken. Overigens wel krimpen, dat is een nadeel. Ja, als je het zelf maakt, dan moet je dus aan de voorkant moet je iets van een 4-5 mm Dyneema draadje gebruiken. En dat over laten gaan in een swiftcord of wat voor ander draadje. Als je takeltjes hebt voor je wanten, voor je Genua-val, voor piekenval, wat dan ook, kan je met 3-4 mm puur Dyneema staan. Dat sterk zat. Een goede 3 mm Dyneema draad is goed voor 1000 kilo belasting. Nou, en als je even in de picture houdt dat een soepel wandsoort, de 7x19, die kan 800 kilo hebben. Dus als je een 3 mm Dyneema hebt, dan is het sterker dan een soepel wandsoort. Het enige is, je moet wel zorgen dat het spul nergens scherp langs komt, want 3 mm Dyneema kan vrij snel kapot. Als je geen staaldraad vallen, ik heb helemaal niks aan staaldraad in die boot afgezien van mijn wanten. Dat verplicht. Touwval, piekenval, 4 mm Dyneema. En Genuaval is listig, als je dat niet vertraagd hebt bovenin, is dat listig om daar 5 mm voor te nemen. Spierval kun je ook weer verschillende delen maken. Het stuk wat uiteindelijk strak staat, kan prima 3 mm Dyneema zijn. Het spul wat je in je handen houdt, dan moet je iets van 4 mm nemen. Dat moet ook niet puur Dyneema zijn, want makker van puur Dyneema is dat in een klem is het waarloos. Dat roet je er gewoon doorheen. Ja, dus je moet... Ik zie mensen die hebben dan een 6, 7, 8 mm spiervallen, volstrekt overbodig gewoon. Het is gewoon een dun lijntje, alleen het stuk wat je dus in je handen houdt, dat moet dus wel minimaal 4 mm zijn. Maar dat moet ook niet puur Dyneema zijn, want anders kan dat niet je klemmetje in. Overigens even een zijsprong. Er zijn heel veel mensen die met versnellingen op een spierval varen. Die spier gaat sneller omhoog, dat is waar. Maar die valkspier is niet heel groot. En dat gaat sowieso snel genoeg. En zo'n versnelling kan vrij makkelijk kan die gaan draaien. En dan werkt hij dus op een gegeven moment niet meer. Ik ben er geen fan van, maar goed. Heb je wel minder draad in je kuip liggen? Je hebt wat minder draad in je kuip, maar ik heb dus ook uiteraard een wegwerksysteem van onder de vlonders. Ik heb niet zo'n rol achter in mijn achterschip. Maar ik heb onder mijn vlonder wordt dat val 1 op 3 wordt dat weggewerkt. En dat heb ik voor een aantal mensen heb ik dat ook al in onder de bodem gebouwd. Nou, 3 gebouwd, nooit meer omkijken naar. Is dat, ja. Oké, wat hebben we? Jetzt. Even kijken, hebben we wat? Oh. Even een paar korte dingetjes. Maak lijnen op maat. Ik bedoel, als je een dubbel systeem hebt, en dat hebben de meeste mensen, bijvoorbeeld via neerhalen, heb je links en rechts van de overloop, heb je een klemmetje zitten. Maak die lijn gewoon zodanig dat als het al volledig gevierd is, dat aan beide kanten nog een centimetertje of wat uitsteekt, centimeter 30, 40, maar ook niet langer dan dat. Ik zie een heleboel mensen die hebben een oeverloze partij kabel in die boot zitten.
ja, gewoon een kwestie van netheid. Smelt of snijdt die eindjes af. Een handige truc is, als je een afsnijder even te pakken kan krijgen, is om eerst een stukje tape, dun tape erop te zetten. En dan door die tape af te smelten, smelt die tape ook mee. Maar doe er iets mee. Maar allemaal van die kwasten uiteindelijk, dat is geen gezicht. En vervang het bij tijd. Wat voor chic touw je ook neemt, wat voor chic lijn je ook neemt, het gaat langzaam maar zeker naar zijn eindje toe. Dat duurt jaren. Maar het kan niet zijn dat je een wedstrijd moet opgeven omdat een lijntje het begeeft. Of dwars door je klem heen loopt. Dat is niet de bedoeling van het spelletje. Gewoon. Dus houd af en toe een beetje in de gaten. Als je de betere touwtjes koopt, duurt het lang voor het weg is. Maar het gaat een keer exit. Vertragingen. Als jij in die boot die zit vol met vertragingen. En ja, goed, het is allemaal een beetje dorre, droge cijfertjes. Maar wat heb je nou nodig? Nou ja, de meest maximale vertragingen, als je een wandverstelling doet, dan heb je 1 op 24 nodig. Als je een genua achterin verstelt, genua val, dan heb je 1 op 24 nodig. En dan verstel je hem gewoon alleen bij de mast één keer, dan is 1 op 12 zat. Piekenval, ik ben zelf begonnen met 12, ik ben naar 10 gegaan om iets meer verstelbereik te hebben. Klauwval, als je het überhaupt verstelt, alles is verstelbaar in de 844, maar het klauwval is gewoon bij de mastvoet wordt dat vastgezet. Maar er zit wel een klein takeltje op om te zorgen dat ik inderdaad wat spanning op dat voorlijk kan krijgen. Neerhaler ben ik gestart met 1 op 8. Op een gegeven moment ben ik overgegaan op 1 op 12 om iets meer, toch iets makkelijker de zaak te kunnen verstellen. Onder een bovenlijk, daar zit op de giek, gaffel zit 1 op 6. En die wordt dan, als je dat naar beneden, naar achteren versteld hebt, komt er nog een keer een splitsing bij. Dan komt er nog een 2 bij, factor 2 bij, dan wordt het een 12. Kunningmolen kun je op 4 op zetten, kan op 2, spierboom neerhaler. Nou, grootschoot. Ik heb daar in het Valkennieuws recent nog een heel verhaal over gehouden. 1 op 4 is voor de sterke mannen. 1 op 5 is voor de mensen die denken dat het iets makkelijker kan. En dan heb je nog die dubbele systemen, een dubbel stem, een dubbele klem en een dubbel ratelblok. En dan kom je op 1 op 3 als je een 1 1 trekt. En 1 op 6 als je aan... Sorry, kom je aan 1 op 3 als je een 2 1 trekt. En 1 op 6 als je een 1 eind trekt. Onder bij de boei, bij de benedenboei, alle twee de einde pakken en de boel dicht trekken. Dan gaat de giek makkelijk snel naar binnen. En de boel op spanning zetten doe je met 1 op 6. Ja. Langere schoot. Je moet het beter in de gaten houden. Fred, en als je nou 1 op 12 zegt, hoeveel van die blokken zitten er dan in? Hoeveel van die schijven zitten er dan in? 12, dan... Sorry? Hoeveel schijven zitten er dan in? 12 voor een grootschoot? Nee, ja, het maakt niet uit. Als je een vertraging van 1 op 12... Ja, dan ga ik even door naar de volgende pagina. Oh, ja. Dan heb ik dat even visueel gemaakt, want het al die stomme getallen dat... Kijk. Ik heb even twee voorbeeldjes. Dit is een 1 op 6, links. Ja. Zo heb ik het in mijn wanten zitten. Dit ook met die ellenblokken. En dan heb je... Meestal kun je dus zeggen van... Nou, als je het aantal schijven telt... Wat je in het systeem hebt zitten... Dan heb je ook je vertraging. Nou, je ziet hier... 6 schijven. Het is ook een 1 op 6. En ik heb het ook expliciet zo gedaan. Dat onderste blok, dat is een wartelblok. In die wandblokken, die zitten tegen het spand aan bevestigd. Dat zit allemaal keurig in lijn. En dan moet die lijn scheef weg. Nou, dan is het handig om een wartelblok neer te zetten. Ja. Als je naar die rechte takel kijkt, dan hebben we een zogenaamde klaploper. Dan gaat eerst 1 om 2, gaat die door dat carverblokje naar beneden. Dan heb ik een vertraging 1 op 2. En dan heb ik nog een vertraging 1 op 3. Van dat takeltje eronder, dan is het 2 maal 3, is ook weer 6. En dan zou je acuut de vraag kunnen stellen, waarom zet ik dat? Dit is die rechte takel is veel goedkoper dan die linker takel. Die linker takel kost zoiets van 275 piek. En die rechte takel, de helft ongeveer. Ja. Alleen, die rechte takel heeft meer ruimte nodig. Als je dit onder dek zou brengen voor een wandverstelling, dan kom je met de ruimte. Krijg je een probleem. En daar komt ook bij dat het zou kunnen, dan moet je de 1 maat groter, dan moet je niet de KB04, maar de KB06 nemen, dan zou het kunnen. Maar je komt met de ruimte gewoon niet uit. Nee.
Dat zou dan het probleem zijn. Zou je van die linker nog een, dit is een 1 op 6, zou je er een 1 op 12 van willen maken, dan moet je er nog een 1 op 2'tje achteraan gooien. In mijn boot is dit, deze vertraging, is dus, dat zit dus tegen het spant aan, dat levert 1 op 6 op, dan gaat hij naar het midden, komen lijntjes links en rechts bij elkaar, van links en van rechts bij elkaar, bakboord en stuurboord, en dan hangt er nog een 1 op 4 aan, en dan wordt het 4 x 6 is 24. En dat is genoeg voor een wandverstelling. Dan kan ik aan de wind, varend, gewoon alles vol onder power, kan ik die wand te strakken of losser zetten. Ja. Dat werkt gewoon. Als je op een gegeven moment meer erin bouwt, ik werd op een gegeven moment jarenlang in de FD-praktijk, ik werd op een gegeven moment, vroeg iemand van God, ik krijg die wand in mijn boot ook helemaal niet aan. Er zit een hartstikke vertraging op, en dit en dat. Nou, hij had inderdaad een 1 op 42 vertraging had hij erin gebouwd. Dat liep hier en daar niet helemaal goed. En het eindresultaat was dat je helemaal suf trok en dan gebeurde er gewoon te weinig. Elk kogellagerblokje, hoe goed het ook is, dat leidt uiteindelijk toch tot een klein beetje weerstand. Dus op een gegeven moment, als je heel veel blokken ergens in gaat bouwen, dan gaat dat alleen maar tegenwerken. Nou, proef ondervindelijk. Voor een wandvertraging is 24 is gewoon genoeg. Meer moet je er niet in bouwen. Helder. Yep. Nou, dan moet je de rommel vast gaan maken. Je hebt blokken, je hebt lijnen, je hebt beugeltjes, maar dan moet je het vast gaan zetten. Eigenlijk is de basisuitspraak, als je ergens iets met boutjes kunt doen, moet je dat zeker niet laten. Probeer het zoveel mogelijk. Je kunt veel dingen op spanten vastzetten, je kunt dingen op je dek vastzetten. Probeer het zoveel mogelijk met bouten te doen. En wat je dan eigenlijk gebruikt is eigenlijk heel simpel. Dus of 4 of 5 mm. 6 mm kom je niet zo gek veel tegen. Als je gaat schroeven, ik praat altijd over parkers, maar als je kijkt bij de leveranciers, dan praten ze over plaatschroeven. Ja. En je hebt ook spaanplaatschroeven. Nou, het verschil is dat in een spaanplaatschroef zit minder draad. De schroefdraad in een plaatschroef zit dichter bij elkaar, kan dus meer grip organiseren dan een spaanplaatschroef. Dus je moet gewoon geen spaanplaatschroeven gebruiken. Nou, qua mate, je zal af en toe een heel klein dun schroefje 3,5 gebruiken, maar in de praktijk is het meeste te doen met 3,9, 4,2 en 4,8. Beetje gekke maten, maar zo liggen ze gewoon. Bouten zijn dus in millimeters. Hele millimeters, M4 of M5. En die parkertjes, die plaatsschroeven, die hebben een beetje gekke maten. Maar goed, dat is nou een keer zo. Wat de meeste van jullie ook helemaal niet zal zeggen, maar in de kreet hier staat, gebruik zoveel mogelijk bouten of parkers met een torxkop. Nou, wat de hek is een torxkop? Nou, dan ga ik even doorbladeren. Ja. Dit zijn torxkopjes. Dat is een soort... Waarom is dat beter? Nou, om verschillende redenen. Je kunt daar meer kracht mee zetten. Je kunt iets uit de lood werken als jij met wat veel mensen doen. Die zullen een kruiskop gebruiken. En als jij een kruiskop gebruikt, zodra je ook maar een heel klein beetje uit het lood met je schroeven daar zit te frikken, dan gaat die kruiskop, die gaat verrot. Die gaat uitlubberen. Ja. Torx is het tolerabel dat je een graad 10, 20... Ik heb het nooit uitgemeten, maar ik denk dat je met maximaal 20 graden uit het lood kunt werken. Dus als je ergens slecht bij kan, wat je vaak in zo'n valk hebt, zit weer spant of weet ik wat in de weg, dan werkt zo'n torxwerk gewoon veel beter. Met kruiskop kun je met de verkeerde schroeven draaien, kun je toch zo'n schroef in en dan mol je ook die kop. Nou, met torx is het vrij simpel. Ik kom wel even terug. Er zijn gewoon vaste maten, die horen bij een bepaalde maat, bout of schroef. En het andere krijg je er gewoon niet in. Dus je kunt er ook geen vergissingen mee maken. Verder is het gewoon zo dat als jij een torxschroef erin en eruit draait, dan kun je die wel weer hergebruiken normaal gesproken. Met kruiskop moet je dat gewoon niet doen. Kruiskop, als je hem één keer gebruikt, weg ermee. Gooi hem in de prullenbak of breng hem naar het oude metaal, maar niet hergebruiken. Nou, torx kan je dat wel doen. Het enige probleem is dat als jij naar je lokale ijzerboer gaat, dan zal je niet zo heel makkelijk torx vinden. Dus als je iets met torx wil, dan moet je dat via het internet halen, in de meeste gevallen. Of je moet gewoon een echt goede ijzerboer om de hoek hebben.
En dat kost dus wat meer moeite. Maar het is absoluut de moeite waard. Ik ben met mijn valk ook nog begonnen met een heleboel, toen ik mijn valk inrichtte, een heleboel kruiskop te gaan kopen. En eigenlijk kwam ik vrij kort daarna achter wat voordelen die Torx bood. En ik ben successief volledig overgegaan op Torx. Het enige is dat je in echt lange maat, als je dat per ongeluk nodig hebt, zeg maar boven de 40 mm, ja, bouten en met schroeven, nou, dan wordt het moeilijk. Wat moeilijk verkrijgbaar. Ja, moeilijk verkrijgbaar of niet verkrijgbaar. Maar goed, aan de andere kant, by far het meeste wat je gebruikt, dat zit in de range tot 40 mm. En dan is het allemaal keurig in Torx, dus het is te verkrijgen. Nogmaals, als het kan, gebruik bouten. Een heleboel dingen, als je bijvoorbeeld dingen op de spanten vastzet, op het dek vastzet, dan kun je dat allemaal met bouten kunnen doen. En ja, dat is wel ietsje meer werk, maar dat beloont zich achteraf wel. Denk even aan dat demontabel van iets. Een bout is, als je hem niet vastlakt, ten alle tijden weer los te krijgen. En als je iets vast parkert, dan moet je maar afwachten of je het los krijgt. Nogmaals, het laatste. Als je dus toch een kruiskop gebruikt, of dat uit eigen gedachte, of dat het niet anders kan vanwege de maat. Als het met overparkers gaat, één keer gebruiken, eruit draaien en wegflikkeren. Ja. Niet nog een keer willen gebruiken, want dan zit je met een half uitgewoonde kop en dat werkt gewoon niet goed. Yep. Ja. Ja. Dit hebben we al even aan de orde gehad. Als een lijn waar echt serieus kracht op komt te staan, als je een beugeltje gebruikt, dan moet je of zo'n rondbeugeltje gebruiken, of anders een kousje in het oogje van het lijntje weg meewerken. Ik heb in nogal wat boten heb ik genuarails vervangen of genuarails voor vastgezet. Die genuarails die worden in principe vastgezet op de stringer die onder dek loopt. Dat is hartstikke leuk. Het enige vervelende is dat die stringer in een boogje loopt. Daar zit een curve in. Dus je begint aan de achterkant van die rail, dan boor je een gaatje in die stringer. Nou, prachtig. Boutje erheen, prima. Volgende gaat ook goed. Bij boutje nummer 3 wordt het al een probleem. Dan valt hij al net niet helemaal lekker meer in die stringer. En bij boutje 4 sowieso niet. Mm-hmm. Dan zie je een heleboel boten. Ja, nou oké, ja, dat is dan gewoon zo. En dan hebben de mensen dat boutje er door de dek geprikt. En dan ja, een beetje, ja, nou ja, dan een ringetje en een moertje. Ja, dat hangt dan zo'n beetje schuin erbij. Nou, dat is het dus gewoon niet. Dat gaat ook allemaal los op de muur. Als je dat nou ziet, dan moet je, voordat je de boel serieus gaat vastzetten, moet je een stripje hout van ongeveer dezelfde dikte als je stringer. Die stringer is meestal 12 mm hoog. Moet je ernaast plakken. Ja. Dan je gaatje boren. En dan kun je dat moertje en dat ringetje kun je prima kwijt. Even iets meer werk. Hey, dat kost een dag extra, want je moet het lijmen, dan moet het drogen. Dan kan je het pas doen. Maar dat is wel de methode om het echt goed te doen. Als jij op zich weinig sleutelt, maar ja, af en toe je ze gaffel of je giek demonteert, de spullen eraf haalt, lakt en weer in elkaar zet, dan kom je er al rap achter dat het zachte hout, dus een gaffel of een giek is of van spruce of van vuren, dat die gaten al heel rap te groot worden. Dus ja, dan kun je een maat groter met de parker gaan. Als je begon met een 4-2 kun je naar een 4-8 toe. En als je een 4-8 hebt, dan wordt het wel een beetje lastig. Inlakken helpt. Als dat nieuw is, als je nieuwe gaatjes moet boren in, of gaatjes moet boren in nieuw spul, in een spand of ergens in die boot of in een rondhout. Nou, als jij een spand, een eikenspand of in een mahonie kimlat gaatje moet boren en je moet er bijvoorbeeld 4,2 parkertje in kwijt, dan kun je een 3,5 gaatje boren en dan is het prima zat. Dan zal je nog moeite hebben om het erin te krijgen. Dus hetzelfde doet in een zo'n zachthout gaffel, giek, mast. Je boort een 3,5 gaatje en je wil er een 4,2 parkertje in draaien. Dan zul je merken dat je, als je niet oppast, dat je die parker al lang draait voordat je hem helemaal strak hebt. Oftewel, je moet in dat zachte hout moet je gewoon minimaal 0,5 millimeter minder voorboren dan in dat harde spul. Als je niet kan bouten en er komt iets je gaat iets vast proberen te maken waar echt serieus kracht op komt. Bijvoorbeeld de onderkant van een Genua-takel.
de onderkant van een takel voor je piekenval. En dan moet je zo'n viergatsding gebruiken. En dat dan vast parken. Want anders met een tweegatsbeugel trek je de boel op termijn gewoon kapot. Dat zit er dik in. Als je gaatjes boort, zeker als ze lager in het schip zitten en je wil dat je vastmaken, smeer er wat lak in voordat je je parkertje of je bout erin stopt. Enige makke is als je lange parkers, zeg maar langer dan een millimeter of 30, 40 ergens indraait, en je lakt dat netjes in, allemaal keurig volgens de regelen de kunst, en je wil 2 jaar later wil je dat weer losdraaien, want je gaat de boel lakken, je gaat de dek lakken, de bodem lakken, weet ik veel, dan heb je een vlotte kans dat je die parker er helemaal niet meer uit krijgt. En als je dus netjes Torx gebruikt hebt, dat is me echt overkomen. Ik had bijvoorbeeld mijn klem op het dek had ik keurig in massief hout staan. Met lange torxschroef had ik die vastgezet. En ik wilde het loskrijgen. Het ging om 2 keer 2 klemmen, 4 parkers. En ik draaide de 2 verrot, gewoon die braken gewoon af. Ja. Dus als je lange parkers ergens indraait, dan is het een beetje de vraag of je daar lak in moet smeren. Je kunt dan beter vettigheid in smeren. Ik heb aanraden van Jeroen de Groot, als bijvoorbeeld smeren kaarsvet in. Maar iets wat niet al te stevig houdt, want je krijgt dat ding er niet meer uit. En met die Torx heb je zoveel grip dat je gewoon die parker gewoon in 2 draait. Dat is gewoon maar je man en die draait dan stopt dat het eerst een schroeven in een pot vet en dan erin. Ja, dat is prima. Nou, lak kan met de kortere variant prima. Het is met name klemmend als je in spanten iets doet, als je in kimlat iets doet. Dat zijn plekken waar regelmatig water komt en eventueel water blijft staan. En dan moet je echt iets met lak of met vettigheid werken. Ja. Als je iets onder je dek doet, wat minder interessant. Even kijken, wat hebben we? Kom op, joh. Dat waren die Torx dingen. Ja. Als jij ergens een takel bevestigt of zo, en dat liet ik ook al zien met dat voorbeeld van die 1-op-6 takel, en het lijntje wat er dan uitkomt, dat moet ergens schuin ergens een of andere richting in een 3D, de ene kant een beetje links en de andere kant ook nog een beetje links. Ga dan niet lopen prutsen met een harpje of met 1 harpje of met 2 harpjes, dat is allemaal gedonder. Neem een blok met een swivel, dus met zo'n wartel eraan. Dat scheelt een hoop moeilijke toestanden. Wat ik ook heel veel bij boten zie, als ik onder dek kom, dan steken er aan alle kanten enorme lange bouten uit. Dus hebben mensen ooit bouten gekocht. Nou, de ijzerboer in de hoek had alleen maar 50 mm bouten. Dus steken de ijzeren 50 mm, een hele batterij 50 mm bouten door dat dek heen. Nou, dat is levensgevaarlijk, is overdreven, maar het is knap onhandig als je daar zit te werken. Je haalt van alles open. Dus als je iets gaat doen, probeer te bekijken van tevoren. Meet een boer zijn gaatje. Probeer even te meten wat voor bout heb ik nodig. En als je ze niet op de goede maat kunt krijgen, dan zijn ze dus te lang, want anders werkt het sowieso niet. Maar zaag ze dan af en veil ze ook af. Het maakt, als je naar de hand iets in je boot wil doen, maakt het leven toch een heel stuk aangenamer. Nou, dat is het verhaal met het stukje hout. Dat hebben we het over gehad. Ja, succes. Nou, superleuk. Een uur, Sipka. Wat zeg jij? Een uur? Een uur. Ja, een uur. Helemaal goed. Het is weer een tijdswet. Netjes hoor. Strak in de vragen. Maar er zijn misschien nog vragen, jongens, uit de zaal. Dus ik zou zeggen, fire away. Huub heeft nog een vraag. Ja, Huub. Ja, hoi. Wat voor blok adviseer jij voor de klauwval? En is dat een blok waar dan een stropje hangt aan het mastopbeslag? Of mag dat een schildpadblok zijn? Nou, klauwval kun je verschillende dingen doen. Er zijn mensen die hebben een strop aan de masttop hangen. Dus een stukje staaldraad of een stukje dyneema. En dan hangt er op een gegeven moment een blok aan. Dat als je dat zo doet, hoeft dat verder niet te wartelen. Moet het alleen wel sterk zijn. Ik zou dan bijvoorbeeld zo'n ellenblokje of zo'n carverblokje zou ik erop hangen. Gaat mijn klauwval, dat gaat door de mast heen. Er zitten 2 roestalen doorvoeren door die mast. Dus aan de achterkant gaat die erin. Aan de voorkant zit er nog een, daar komt die eruit. Ik heb al mijn vallen naar de voorkant van de mast geleid. Mm-hmm.
Oké. En een schildpadblok op de mast gemonteerd, boven de rail? Ja, maar dan, dat wordt dus asymmetrisch, want je zet dat schildpadblok op de mast en dan heeft hij aan de ene kant zit hij niet in het midden en aan de andere kant bijvoorbeeld ja. Wel. Ik zou er geen fan van zijn, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Als je ja, wel een schildpadblok... Dus die zit dan boven één kant van de rail. Dus hij zit ook net uit het midden. Ja. Dan zit zeg maar de kant waar je hem trekt, zit wel precies boven het midden van de rail. En de kant waar je hem naar beneden trekt niet. Maar daar zit hij weer precies boven de staaldraad waar je hem op aan hebt. Dat kan natuurlijk ook. Als je met name achter de mast, als je vallen uit de achter de mast houdt. Ja. Ja. Dat kan. Maar ik zou zelf zeggen van als je toch een... als je hem achter de mast houdt, dan zou ik eerder voor dat stropje kiezen dan voor een vast blok. Maar het is een blok waar redelijk wat kracht op komt, maar met een paar honderd kilo, een blok wat een paar honderd kilo kan hebben, heb je dat daar wel gehad. Dat is goed genoeg. Het is niet te vergelijken met hetgene blok wat je boven in de mast hangt. Daar komt gewoon echt wel een beetje meer kracht op. Mm-hmm. Ja. Dankjewel.